Yo gasten, welkom bij een nieuwe video. Vandaag speel ik gewoon in de ochtend Tower Battles en kijk wat ik hier zie. Ik ben bijna bij de boy. Ik ben wave 836. Nog twee waves en dan zijn we er. En ik upgrade mijn railgunners even naar eindlevel. Boom. En boom. Zo, daar zijn ze. Oké, we moeten meer laten zien. We hebben twee eindlevel barracks, heel veel tanks, een minigunner van mij die niet eens eindlevel is. Ik moet even wel eindlevel upgraden natuurlijk. Zo, nu hebben we ook een DJ. Ik snap niet waarom die gast het niet eindlevel geüpgrade heeft. Maar nou hem. We hebben hier eindlevel tours, eindlevel phasers, eindlevel vliegtuigen in de lucht. En natuurlijk keiveel eindlevel farms. En we gaan kijken of we het tot en met de void halen. En wel, we zijn wel ver op weg. Maar de meeste farms zijn van mij. Dit is wel 37. Ik pak even nog een. Oh, dan moet ik mijn farm verkopen. Wow, deze explosies zijn echt groot. Wow, het loopt ook verschrikkelijk veel vast. Nu een paar farms verkopen. Zo, die is weg. En nu kan ik wat meer railgunners plaatsen. Wow. Zo. Ik heb net toch mijn farm gekocht. Even checken. Nu pas heb ik mijn farm verkocht. Nu kan ik wat meer railgunners plaatsen. Hier komt de void. Snel nog even eindlevel upgraden. En misschien nog één tour. Voor de zekerheid wel. We hebben ook nog heel veel commando's. En railgunners. Die ik de hele tijd plaats. Nee, dat was alles wat ik kon doen. En natuurlijk moet je altijd naar de schade kijken. Hoeveel mijn barracks heb gedaan? 9000. Weinig, dus dan kan je weten of je die kan verkopen of niet. Oh, daar is de void! Dun 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 dun. Oké. Nu moet ik nog graag een railgunner op die berg plaatsen. Zo. En natuurlijk eind level. Oh. Yes. Oh, laten we kijken van dichtbij. Oh, die is echt groot. Wow, wacht, ik wil kijken van dichtbij. Ik denk dat we hem dik gaan verslaan. Zonder zets met railgunners, tubers en phasers. Maar dat zijn niet zo heel veel phasers. Hoeveel levens heeft hij nog? Wow, dat is veel. 400.000 ongeveer. En die explosies van die vliegtuigen toch? En al die stralen van die phasers. En die nog meer explosies van die tubers. Ik wil even die DJ bekijken. Oh, ik zie hem bijna niet. Kijk, je ziet nog wel daar. Oh nee, hij is verdoofd door de void. Oh, dat is jammer. What? Dat vind ik nog wel echt cool. Ik zie hem nog. Daar is hij.
Hij wordt heel hard geraakt. Ja. Check al die vliegtuigen toch. Het zijn er echt veel en die phasers. Vooral mijn railgunners. Die zijn ook heel veel. Die zijn daar. Ik kan er eigenlijk helaas niet meer plaatsen. Hij loopt door een boom heen. Hij is te groot voor die boom. Oké, wat dichterbij kijken. Wow. Oh, daar is hij. En hoeveel levens heeft hij? Oh, hij is bijna dood. Ik denk dat het meest door railgunners en phasers komt. Of misschien ook tubers. Die vliegtuigen doen bijna niks, denk ik. We gaan de ondergang zien. Hij is echt bijna dood. Ah! Ja, hij is dood. Hij plaatst nog wat hidden bosses daar, terwijl het dood gaat. Jee, hij is dood. En een tank rijdt hem natuurlijk over. Snel verkopen. Verkoop. Verkoop. Jou verkopen. En jou verkopen. Yay, we hebben de Triumph. 150 credits. En natuurlijk omdat ik die heb verkocht. Een iDevil Tour. En iLevel Barrack. Oh. En dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En later. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed.